Woensdagmiddag 28 maart 2012. Een prachtige voorjaarsnamiddag. En we zijn hier even in Bergen op Zoom. En we staan te kijken naar de ijssalon Crucio. En ja, het is vandaag ook echt ijsjes weer, ijsjesdag. En de locatie waar deze ijssalon is gesitueerd is natuurlijk ook ideaal. Heel veel ruimte. En de mensen genieten van een ijsje. En ze staan ook echt geduldig in de rij te wachten tot ze aan de beurt zijn. En dat heeft natuurlijk zijn tijd nodig, want elk ijsje moet worden geschept. En je hebt natuurlijk maar een beperkte ruimte achter de counter waar dat gaat. Maar goed, de mensen zijn geduldig en met het mooie weer hebben ze de tijd om dat te doen. En we zien vele mensen hier op een gemakje in het zonnetje. Misschien de laatste zonnige dag, want de weersvooruitzichten zijn voor de komende tijd bepaald niet zo florissant zoals ze zijn geweest. Ze zijn natuurlijk meer dan mooi geweest voor deze tijd van het jaar. En ja, daar moet je van genieten. En wat kun je dan beter doen dan dat met een ijsje hier op het gouvernementsplein, waar men alle ruimte heeft en waar een ijsje altijd lekker is. Het zijn natuurlijk niet alleen schepijsjes, het ambachtelijke ijs dat verkocht wordt, maar blijkbaar heeft dat toch zo'n grote aantrekkingskracht met al de verschillende smaken en soorten, dat voor dergelijke ijssalons echt de rijen staan. En natuurlijk met softijs, wat ook heel lekker is, is in deze tijd met dit mooie weer toch wat minder aantrekkelijk dan het heerlijke schepijs. Het is ook een mooie zonovergoten middag. Met temperaturen die eigenlijk ongekend zijn voor de tijd van dit jaar. Geniet er maar, want wie weet hoe lang we er nog op moeten wachten. We zijn in Bergen op Zoom natuurlijk gezegend met twee ijssalons. De ene die we dus zojuist hadden, de oudste, de ijssalon Crucio, en deze ijssalon Emma. Die vorig jaar is geopend en dit jaar voor het tweede jaar draait. Maar ja, je kunt er niet aan ontkomen dat de locatie waar je bent gevestigd natuurlijk toch een enorme rol speelt. Want deze ijssalon, toch een prachtige salon zonder twijfel, gelegen op de Molstraat en in de Korte Meestraat, ja, ligt ideaal en toch niet zo ideaal als de andere waar we zojuist zijn geweest. Niettemin, ook hier draaien ze goed, ook hier wordt vlot gekocht en de ijsjes zijn hier overheerlijk. Dat kan ik u verzekeren, want ik heb er reeds diverse hier ook genuttigd. We zijn hier in de ijssalon Emma. Even een kijkje gaan nemen naar het heerlijke ijs wat we straks in de vitrine zien liggen. De presentatie is buitengewoon aantrekkelijk. Het ziet er allemaal fantastisch uit. IJsweer, 28 maart 2012. Een bijzondere zaak.
Goedemiddag, ik ben hier net buiten de ijssalon Emma en ik zie hier twee mensen heerlijk zitten en genieten van het ijsje. Komen jullie vaak om zo'n ambachtelijk ijsje? Nou, als het ergens anders te koop is wel. Ja. Maar we zijn hier ook pas voor de eerste keer. Oh, jullie zijn, jullie komen helemaal niet uit Bergen op Zoom? Nee, we zijn echt toeristen. Ja, en mag ik eens een brutale vraag als ik vraag waar jullie vandaan komen? Uit de buurt van Leiden. Uit de buurt van Leiden, ja. Helemaal. Ja. En wat vinden jullie van Bergen op Zoom? Schitterend cultureel oudstad. Ja, de allereerste keer dat je hier bent. Dat is eigenlijk veel te laat, zou ik bijna zeggen. We hebben eerst de grote steden gepakt en dan krijg je wat kleinere steden. Ja. En dan ontdek je toch ook dat daar heel veel cultuur en historie is. Mm-hmm. Ja, Nederland is ook mooi. Ja. Niet alleen het buitenland. Nee, dat ben ik helemaal met u eens. Een paar terug zijn we in Tiel geweest. Ja. Precies zo'n stadje. Ja. Aan de Waal, wat ook enorm veel geschiedenis kent. En jullie kiezen zo geregeld een stadje uit? Ja. Ja. Waar je heen gaat. We gaan één keer in de maand of twee maanden gewoon eens een dagje samen op stap. Ja. Alles ontdekken. En dan met zo'n dag als vandaag met dit soort weer. Dan moet je weg. Dat is natuurlijk een unicum. 28 maart, dat is niet te geloven. Ja, nou, ik zou zeggen, laat uw ijsje nog lekker smaken. Oh, en nog veel plezier in Bergen op Zoom. Oké, dank u wel. Op deze schitterende woensdagmiddag, 28 maart 2012. Nemen we nog even vlug een kijkje op de grote markt van Bergen op Zoom. De huiskamer van de stad, zoals het wel wordt genoemd. En nou, de woorden logisch straffen dat niet, want wie hier een blik op werpt op deze mooie zonnige middag en dan kijkt naar de vele mensen die zich hier op de terrasjes hebben verzameld en op hun gemak een consumptie nuttige en tegelijkertijd natuurlijk genieten van dit prachtige weer. In de wetenschap, zoals we al eerder zeiden, dat het misschien weer voor een heel poosje klaar kan zijn. Ja, die kunnen alleen maar blij zijn en genieten. Je vraagt je alleen af, ja goed, als je moet werken, dan zal je rond dit uur, 3:15, wel geen tijd hebben om op het terras te zitten. Dus wat dat betreft zijn het toch gelukvogels die zich hier hebben neergenesteld. En waarschijnlijk op dit moment niet daadwerkelijk direct aan het arbeidsproces deelnemen, maar desalniettemin toch de economie versterken door hier een consumptie te nuttigen en gewoon te genieten van het prachtige weer. De grote markt Bergen op Zoom heeft in al de eeuwen dat het bestaat al heel veel gezien en zal naar alle waarschijnlijkheid nog heel veel meer zien en is te hopen dat er veel mooie zonnige dagen bij zullen zijn. Waarbij de bevolking van Bergen op Zoom niet alleen daarvan, maar ook daarbuiten kan blijven genieten van deze mooie, oude, gezellige, prettige stad. En natuurlijk, het is van belang of je terras nu wel of niet in de zon ligt. Want ja, zonaanbidders, dat zijn we allemaal, toch zeker in het vroege voorjaar. En wanneer je dan natuurlijk uit de zon komt, ja, dan heb je een beetje pech. Maar goed, daar is nog helemaal niks aan te doen. Ja, terwijl bijna iedereen volop in de zon zit, ontmoet ik hier meneer Frans Hertogs, geboren en getogen Bergenaar. En die zit op zijn gemak net een beetje uit de zon aan zijn glaasje bier hier aan deze kant van de markt. Frans, als ik vragen mag, doe je dat vaak, zomaar op je gemak hier een pilsje drinken? Alleen niet, vaak met mijn vrouw. Oh, dan zit je vaak met je vrouw samen? Ja, een paar keer per week. Ja, ja, en dat is altijd hier? Niet altijd hier, nee. Op verschillende terrasjes?
Ja, ook veel in Antwerpen. Oh, dan verlaat je deze mooie stad en niet verhaal je voor Antwerpen. Ja, maar Antwerpen is nog mooier. Hoor. Dat is nog mooier. Ja, daar is ook heel wat moois te zien. Ja. Maar wat mag ik vragen, wat heb je heel je leven gedaan? Een drukkerij gerund. Aha. Drukkerij Hertogs. En bestaat die nog steeds? Gelukkig wel. Over 4 jaar hoop ik dat die het 100-jarig bestaan heeft. Oh. En wie runt de zaak nu? Mijn jongste dochter. Oh, dus het is altijd in de familie gebleven ook? Ja, mijn dochter is de 4e generatie. Oh. Ja. En hebben jullie veel opdrachtgevers uit Bergen-op-Zoom dan ook? Of? Het gekke is steeds minder. Ja. En steeds meer van buiten de stad. Oh ja. Ja. Maar ben je zelf ook nog betrokken bij de drukkerij of niet meer? Nou, ik doe wat administratief hulpwerk voor mijn dochter. Ja, ja. Maar ik om nog een beetje bezig te zijn. Ja, natuurlijk. Met mijn eigen kantoortje. Ah, en dan blijf je toch nog mooi betrokken bij het bedrijf, ja, ook. Ja, wel een wee zin. Ja. Maar nou vandaag, ik had het er net over, dat al die mensen op de markt hier kennelijk niet aan het werk zijn. Nee. En nou ja, dat mag je van die jonge mensen, dan vraag je je af, ja, wat doen ze dan wel? Maar van u, ja, op uw leeftijd, u vertelde ja, me net het, 75, dan mag je dat doen, hè? Ja, ja. Nou, ik zou zeggen, geniet er nog lekker van. We doen en best. Ja, de zon gaat steeds verder weg van u hier, dus... Ja, ja. Maar ik kan aan de overkant gaan zitten. Maar u kan natuurlijk nog wisselen. Ja. Nou, dankjewel voor het gesprek. En geniet nog van deze prachtige, onvergetelijke, mooie maardag. Want ik heb begrepen, morgen is het weer klaar. Ja, ja. Dus ja, je moet er toch gebruik van maken. Ja, voor minder. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, ofschoon het beursplein ook zonovergoten is, zie je hier toch naar verhouding heel wat minder mensen op het terras. En waar dat dan aan toe te schrijven is, dat is moeilijk te zeggen. Het is waarschijnlijk toch de locatie. Ja, als er meer mensen zitten, dan gaan er ook meer mensen die erbij zitten. Dat is nou helemaal een menselijke eigenschap. En dan merk je toch dat enorme verschillen zijn in de stad. Maar de mensen bijeenkomen en het gezellig vinden. Zo'n dit plekje natuurlijk ook alles in zich heeft om gezelligheid te bieden. Een plekje recht tegenover de ingang van het Markiezenhof in Bergen-op-Zoom. Het is toch een markante plaats waar je de historie van de stad van heel nabij kunt zien en als het ware kunt voelen.